Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Rectus Journal video. In deze video ga ik verder met waar ik eigenlijk vorige video gebleven ben. Ik zal de vorige video even toevoegen aan het informatiekaartje boven in de hoek. En dat was de video waarin ik elke maand een kleur moet toevoegen aan de video. Nou, ik heb de video heel snel afgespeeld zoals je kan zien. Want als je 30 dagen lang moet filmen, dan wordt de video al heel erg lang. Nou, in eerste instantie had ik het idee om een leuk hart te gaan tekenen. En daaromheen met andere kleuren te zorgen dat het hart gaat opvallen. Maar dat is echt totaal mislukt. Ik heb echt het idee dat ik een van haar klein kinderwerkje heb getekend. Het is echt totaal niet wat ik had verwacht. Het is niet symmetrisch. Het is echt gewoon dat ik denk van ja, wat heb ik gedaan? Ik was ook veel te erg in de weer met grote kleuren. Hè, grote vlakke kleuren. Terwijl ik dacht van ja, ik moet 30 dagen lang moet ik iets gaan doen. Nou, dat was best nog wel een opgave. Het was ook best wel lastig om 30 verschillende kleuren bij elkaar te zoeken. Dat is net niet helemaal gelukt. Maar goed, zoals je bijvoorbeeld kan zien heb ik twee soorten geel. Dus dat zie ik dan maar als twee verschillende kleuren. Nou ja, het eindresultaat is niet heel verkeerd, maar ik had toch echt iets totaal anders voor ogen. Maar goed, in deze video heb ik ook nog een andere leuke opdracht uitgevoerd. En deze zal ik zo meteen laten zien. Nou, ook heb ik voor deze video een leuke pagina gevonden waarin ik kantoorartikelen moet plakken. Ik ben eens even rond gaan kijken van, oké, wat voor kantoorartikelen kan ik allemaal gebruiken? Nou, ik zag een leuke stift. Ik zag een of ander prit dingetje. Als je dat eraf haalt, dan kan je blijkbaar iets weghalen. Ook heb ik nog een aantal post-it papiertjes gevonden. Lekker fel in de kleur oranje. En tot slot heb ik gevonden een paperclip en plakband natuurlijk. Ook meteen een leuke lifehack. Als je nooit het begin van een plakband kan vinden, stop dan een paperclip ertussen, zodat je altijd het begin kan vinden en niet constant hoeft te zoeken en dat ellendige gedoe. Dus als je dan bijvoorbeeld klaar bent, dan leg je gewoon het paperclip er tegenaan en de volgende keer kan je weer lekker pakken. Nou, ik dacht, hoe kan ik het nou opplakken? Natuurlijk met de plakband, want ik kan wel plakband gewoon los op papier gaan plakken, maar dat vond ik ook een beetje onnozel. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe jullie beide pagina's zelf hadden ingevuld. Dus laat vooral even in de reacties achter hè, hoe je de pagina had ingekleurd elke dag voor 30 dagen lang. En hoe je deze pagina met de kantoorartikelen had bedekt. Had je er veel meer gedaan? Had je er minder gedaan? Noem het allemaal maar op. Nou, wat ik wel mis, ik was nog echt op zoek naar nietjes. Want ik dacht, nou, dat maakt de pagina wel af. Met nietjes kan je heel creatief zijn. Je kan allerlei figuren maken. Ja, noem het maar op. Maar helaas kon ik nergens in huis een aantal nietjes vinden. Nou, nu een beetje, ja, een soort van blunder, hoe je maar wil noemen. Het eerste stukje met prit, ja, pen, hoe moet ik dat noemen? Prit dingetje ging prima, je ziet het, een leuk vierkantje. Ik dacht, laat ik er nog een onder maken, maar zoals je kan zien, ging dat niet helemaal soepel. Ik schiet meteen weg. Nou ja, stift het ook een beetje in de weg, maar dat was niet echt het probleem. Hij draait niet helemaal lekker mee. Ik dacht, misschien moet het schuiven nog wat verder terug. Ik draai het boek om, misschien helpt dat. Nou, in eerste instantie niet. Maar na gewoon doorgaan en proberen is het toch gelukt. Nou, en uiteindelijk komt er alsnog een vierkantje uit. Best grappig spul, prima te gebruiken volgens mij. Maar niet helemaal mijn ding.